Maar laat onverlet dat ik inderdaad een hoop ouders heb gehad in de afgelopen tijd die het gevoel hebben of ze nog wel regie hebben over een stukje wat zij zien als opvoeding van hun kind. Het gaat om delicate onderwerpen. Mm. Het gaat over het gezin, over seksualiteit, gemeenschap. En dat zien deze ouders als iets wat inherent bij de opvoeding hoort. En nu hebben ze gezien dat dat met als een lesproject uitgestrooid wordt over scholen, zonder dat ze het weten. En hebben ze het gevoel, de school die walst eigenlijk door de opvoeding heen. Die ouders voelen zich niet gehoord, niet betrokken. Ja. Dat vind ik een hele grote zorg. En de tweede zorg die ik heb, is dat ik er echt mijn vraagtekens bij heb. Mm. Of we bepaalde dingen die we zien op een hele jonge leeftijd voor kinderen. Ik noem een voorbeeld uit een handleiding die we zien voor docenten, waarin voor kinderen van 5 omschreven staat dat een docent vertelt aan de kinderen, het is fijn om aan je geslachtsdeel te zitten. En dan denk ik bij mezelf, moeten we dat wel doen voor kinderen van 5? Mm.